GVV beleeft een beroerd seizoen. 1 punt uit 10 wedstrijden. Maar er kan hoop gloren als je kijkt naar de statistieken. Koninklijke HFC pakte de afgelopen weken steeds maar 1 puntje tegen andere laagvliegers. Tegen Scheveningen en tegen Jong Volendam. De eerste kans was voor Patrick. Dit is Andrew Morgan. Die ziet een zee van ruimte voor zich. Kan een end komen. Kastien. Die wil graag schieten met links. Dat kan niet. Dan maar met rechts. Roy Kastien en de vingertoppen van Jan van Willigen. Opnieuw de doelman van GVVV. Omdat Johan Jansen nog altijd niet topfit is. Hols, Kastien, Tros. Met overname van GVVV, Justin Spies. Zoekt weer de snelheid van Joshua Patrick. Patrick, hoek moeilijk. Makkelijke prooi voor Michael Michelis, de doelman van Koninklijke HFC. Een van de laatste thuiswedstrijden van de Koninklijke op dit sportpark. Ja, het blijft wel dit sportpark, maar het ondergaat een ingrijpende verbouwing. Anderhalf jaar zullen ze van Koninklijke HFC gaan spelen. Een paar kilometer verderop bij RCH in Heemstede. 0-0 bij de rust. In een weinig onderhoudende wedstrijd. Hawat. Adnane. GVVV wil wel wat. Adnane en Patrick net niet. Het is ook een oneerlijke strijd. Zo'n kleine Patrick tegen zo'n grote Michelis. Hols voor Koninklijke HFC. Dat er aanvallend ook niet heel veel van bakte. Hulleman. Hilterman en dan maakt Hulleman een goal, maar die heeft buiten beeld Ashraf Naimi ondersteboven geduwd. En dus vindt de treffer geen goedkeuring in de ogen van scheidsrechter Verijken. Dan Peen met de grote kans voor Koninklijke. Maar GVVV blijft nog altijd overeind, hield dit seizoen nog niet de nul. Het speelde één keer met 1-1 gelijk en verloren alle andere wedstrijden. Nou, wedstrijden die je verliest, daar hou je de nul niet, natuurlijk niet. Hou wat. Patrick kiest positie. Bal gaat naar Spies. Bal van richting veranderd en een prooi voor de doelman. Te weinig vaart in deze inzet. Dan Roy Kastien. Die ramt daar de cornervlag omver. Kastien is al gewisseld. Of is boos omdat hij gewisseld wordt? Nee, dat denk ik niet. Hij ramt de cornervlag om en krijgt daarvoor zijn tweede gele kaart. Rood. Maar ja, hij is dan al uit het veld. Dus mag Koninklijke HFC wel gewoon door met 11 tegen 11. Die lucht daar op de achtergrond. Heel mooi. Zo'n beetje het hoogtepunt van de middag. De Leeuw krijgt hem voor. En daar is Patrick heel dicht bij de goal voor GVVV. Dat er pas 4 maakte dit seizoen. Joshua Patrick staat nog op 0. En het is moeilijk wedstrijden winnen als je geen doelpunten maakt. De nul houden, dat wil dan ook wel wat. Dit is de kans van de wedstrijd voor Juxel. Hij stuit op doelman van Willigen. HFC dringt dan aan, zoekt het in toeval. Prins vindt van Willigen op zijn weg. En alsof ze achter staan, neemt Michelis de vrije trap op de middellijn hoog voor. In de handen van Jan van Willigen. Het blijft 0-0. Eindelijk weer eens een puntje voor GVVV. De Koninklijke HFC zit in het dipje.